Hi Waterman, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandelaar. En deze week is het voor week nummer 4. En dat is van maandag 22 januari tot en met zondag 28 januari. De kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Waterman alsof deze week een week is waarbij je het gevoel hebt dat je misschien zelfs wel wat tegengewerkt kan worden. Ik heb het idee dat je voor jezelf heel veel dingen aan het voorbereiden bent. Je bent heel erg, sta je open om dingen te onderzoeken. En dan lijkt het toch net alsof er een stukje is wat niet helemaal goed voelt voor je. Het ligt niet aan je eigen voorbereiding. Ik heb echt het idee dat je heel goed in de voorbereidingsstand staat. Je lijkt ook goed samen te werken met bepaalde personen om je heen. Er is alleen een stukje wat voor jou nog wat lastig voelt om het de juiste plek te gaan geven. En ik heb vooral het idee dat het echt wel een stuk privéstuk is waar je voor jezelf echt even mee aan de slag mag gaan. Omdat het een stukje is wat op je pad terug lijkt te komen. Je lijkt in beweging te zijn, maar bepaalde zaken misschien net over het hoofd te zien. Of in iedere keer dat dat stoepje net weer omhoog komt voor jezelf. Is dat goed om het te onderzoeken wat jij daar nu eigenlijk mee wil. En hoe je dat voor jezelf ook de juiste plek kan gaan geven. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.